Agroforestry moet in voordeel van klimaatverandering en duurzaam behoud van de bodem gestimuleerd worden. Met deze gedachten organiseerde de maatschappij APA en Celos een agroforestry training voor vrouwen in het district Brokopondo. Agroforestry is een landbeheerstrategie die landbouw en bosbouw combineert om biodiversiteit, bodemgezondheid en waterbeheer te verbeteren. Het integreert bomen en gewassen om duurzame economisch voordelige systemen te creëren. De bedoeling van deze training is het aanleren van vaardigheden om agroforestry te stimuleren. Een van de voornaamste voordelen hiervan is het duurzaam gebruik maken van de bodem, zodat meerdere gewassen langer daarop verbouwd kunnen worden. Rachel Saman, wetenschapper agrarische productie Celos, zegt dat deze manier van verbouwen in het voordeel werkt van duurzaam bodembehoud. Het voordeel van agroforestry is omdat je los van de één soort gewas, verschillende gewassen plant, krijg je dat de wortels van de bomen die groter zijn, de grond steviger vasthouden, waardoor je wanneer er overstromingen zijn, wanneer er hevige regenval is, dat niet alles meespoelt. Bij hoge waterstand krijg je ook dat omdat er verschillende hoogtes aan gewassen zijn, dat die andere gewassen het overleven, waardoor je niet je hele oogst verliest. En als laatste is het eigenlijk zo dat omdat je verschillende soorten gewassen plant en ook boomsoorten met vruchten, krijg je ook dieren en andere vogels die in je gebied komen, waardoor je betere bemesting hebt voor je planten en je grond eigenlijk langer gezond blijft. Landbouwer Ruth Libretto heeft een nieuwe manier van planten aangeleerd die zeker gunstig zullen zijn. In de toekomst zullen de deelnemers deze technieken gebruiken voor het uitbreiden van gewasgebouwen. Ik is ook doen ook naar mijn grond, want dat bepaalde sami doe jij na training. Minobe saben zo boem in mijn grond van de koti grond. Maar want to sami ja zo misschien dat me doen ook naar mijn grond. Abana. Nooit in de sataki ibo krimen, dat je omsmetten voor ze, dat je pranen voor me ki pran zo dat je minobe sabi. Hakember, minobe sabi dat je taki je kan brokoin, dat je pranen. En be pranen gewoon, lek vade. Het resultaat van de agroforestry training voor vrouwen in Brokopondo is het ontwikkelen van vaardigheden bij de deelnemers. In de toekomst streven de organisaties ernaar om nog meer van zulke trainingen te verzorgen.